Belangrijk punt. Nederland heeft heel lang binnen de EU... en dat is uiterst verrassend... de meest rigide beleid gehad ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf. De EU daar zit op dit moment nog 27 landen in, beschaafde landen, zou je zeggen. Maar Nederland had het uitgangspunt, levenslang is een leven lang. En de laatste die via gratie is teruggekeerd, dat hebben we gezien. Dat was in 1986, de seriemoordenaar uit Utrecht, Hans van Zon. Die was veroordeeld voor 3 moorden. En daarna, 35 jaar lang, heeft de minister nooit meer gratie gegeven. Dus Nederland had een heel stringent beleid ten aanzien van levenslang. Tot het moment, en dat weten de rechtenstudenten ook, 2013, toen kwam het Europese Hof. Dat kwam met een uitspraak zo dik... Maar ik zal hem in 1 zin samenvatten. Dat is op zich heel knap. Ja. De levenslange gevangenisstraf moet niet alleen op papier... maar ook in de praktijk verkortbaar zijn. En Nederland voldeed daar voor de helft aan. Want op papier was het goed, want je kunt gratie vragen. Maar wie beslist er over gratie in Nederland? De minister, en dat is een politieke figuur. En die minister die deed dat gewoon niet... Die heeft dat 35 jaar gewoon nooit gedaan. En dus toen heeft het Europese Hof gezegd... van Nederland op de vingers getikt van... er moet altijd enig perspectief zijn voor de levenslang gestrafte. En toen kregen we een heel belangrijk moment voor juridisch Nederland... en dat was de rechtbank Assen. Dat was een zaak van ons kantoor. Dat waren 2 jonge jongens uit Hogeveen. Die hadden 3 gruwelijke moorden gepleegd. En de rechtbank Assen moest daarover oordelen. En wat ik hier nu kort gezegd heb over het Europese Hof... dat pleidooi heb ik daar herhaald. En toen kwam de belangrijke beslissing van de rechtbank Assen. Toen was je wel minder kort. De praktijk van de levenslange gevangenisstraf in Nederland... staat naar het oordeel van de rechtbank op gespannen voet... met de eisen die uit het Europees Verdrag in zaken de mensenrechten voortvloeien... omdat er de facto nauwelijks perspectief bestaat op verkorting van deze straf. Dit is voor de rechtbank reden om niet over te gaan... tot het opleggen van een levenslange gevangenisstraf aan verdachten... hoewel de ernst van de feiten daartoe wel aanleiding geeft. Dit sloeg wel in als een bom, hè? Het was ook in die tijd, als je dat zag... met het Europese Hof tot bescherming van de rechten van de mensen... en de fundamentele vrijheden uit Straatsburg... had die beslissing wel genomen. Die werkt door in Nederland, maar ja, er gebeurde niet veel mee. En het is de rechtbank Assen die op een gegeven moment zeer gedurfd... Ja, gedurfd. En die beslissing hebben genomen. En die heeft uiteindelijk heel veel gevolgen gehad. Wat gebeurde er na die uitspraak? Toen de politici die raakten in de war... He, die vielen over elkaar heen. Ik zie de krantenkoppen al. En die waren bang. Straks wordt er helemaal geen levenslang meer opgelegd. En toen heeft de politiek dus gezegd, we moeten wat doen. En toen kwam de toenmalige staatssecretaris Dijkhoff in 2017... dus 2 jaar na die uitspraak, heeft hij gezegd... nou, we moeten toch wat doen. En toen is hij met dat beroemde besluit gekomen. En heel kort door de bocht, in dat besluit staat nu... dat elke levenslange, dus dat zijn die 59 die nu nog zitten... die krijgen na 25 jaar een toetsing... door een onafhankelijk adviescollege... met juristen, gedragsdeskundigen en wetenschappers. Die geven een advies aan de minister. En zo hebben die levenslangen sinds 2017 enig perspectief gekregen. Laten we even kijken hoeveel enthousiasme Klaas Dijkhoff dat toen... bij Nieuwsuur uit de Doeken deed. Hij was helemaal met mijn broer eens. Let op. Het is belangrijk om te weten, er komt geen recht om vrij te komen. Er komt een recht dat er nog iemand naar je zaak kijkt. En dan zal de adviescommissie moeten kijken per geval... of iemand überhaupt kans maakt ooit om vrij te komen. En dan moet je er eerst nog een heel traject in... met resocialisatieactiviteit. Wat ik wil, is hier niet doorslaggevend in. Want wat ik wil, dan zou het inderdaad niemand meer vrijkomen. Wat ik dat nu... is wat u wilt, dat deze mensen niet meer vrijkomen. Ja, de nabestaanden hebben ook levenslang. En de dader ook. Het enthousiasme druipt eraf.
Hij is wel eerlijk. Maar hij had ook goed punt, toch? De nabestaanden hebben ook levenslang. Nee. Ja, steun hem ook nog. Nou ja, op zich is dat een sentiment natuurlijk. Dan laten we zeggen. Jawel, maar wat zegt deze meneer? Het is de meest uitgesproken zin tijdens spreekrechtverklaringen van slachtoffers. Ja. Hè? Ja. Wij hebben levenslang. Maar dat is niet een real. Ja, dat is vanuit slachtoffers en nabestaanden volkomen logisch. Want natuurlijk heb je levenslang. Want er is iets vreselijks gebeurd. Maar iets heel anders is dat die betrokkenen dan niet levenslang hoeft te hebben. Want het Europese Hof, en dat is de allerhoogste instantie, en later de Hoge Raad, hebben gewoon gezegd: nee, er moet een toetsing komen. Nou, zit er nog wel een ander onder het gras, hè? Want de minister moet uiteindelijk beslissen. Ondanks het advies dat wordt gegeven, is het weer die minister. Precies, weer die lobby die geen gratie heeft. Weer die politieke figuur. Ja. En dan zeg ik: het beste bewijs dat die politieke figuur uit die toetsingsprocedure moet en dat de onafhankelijke rechter erin moet. Heel simpel, korte wetswijziging, minister weg, rechter erin. Het beste bewijs dat dat moet gebeuren is dit korte filmpje van: nou, als het mij had gelegen, was iedereen binnengebleven. Maar die man die moet wel beslissen. Maar hij wijzigt de regelgeving dus niet om de levenslang gestrafte enig perspectief te bieden. Hij wijzigt het alleen maar op dat opdat hij wil voorkomen dat er geen levenslang meer wordt opgelegd. En dat is de redenering. Ja. Het is heel, heel eerlijk, maar. En wat je krijgt, want dat zit mij hoog, wat je krijgt als je politici, hè, bewindspersonen, laat beslissen over gratie. Nou, beelden zijn helder. Dan gaan emoties een rol spelen. Dan gaan partijprogramma's een rol spelen. Electorale belangen. Ja. Dat moet je in een beschaafde natie niet hebben. Dus heel simpel. De minister eruit, rechter erin. We hebben het toch ook weer eventjes gepeld, wat de samenleving ervan vindt. Het moet levenslang echt levenslang zijn. En daarvan zegt toch wel 63% ja, eigenlijk wel. Niet na 25 jaar de mogelijkheid om mogelijk vrij te komen. Maar die hebben dit verhaal van ons nog niet gehoord. Nee, dat is ook waar. We hadden de peiling later moeten doen. Dat is ontzettend teleurstellend, hoor. Ja, ja. Maar goed, het is dus zo maar eens peilen. Dat als dat niet gebeurt, hè, als jullie zeggen dat als de beslissing blijft liggen bij de politiek, dan is de kans dat iemand levenslang ook echt levenslang is, want dat toetsmoment, daar zit eigenlijk niemand op te wachten, en die minister die zal geen vrijspraak durven geven, is dus echt levenslang. Morgen staan er 6 mensen terecht. Daar is een levenslange eis aangesteld. Dat wordt waarschijnlijk dan 6 keer levenslang. Ja, er is nu dus wel enig perspectief. Maar dan is dat punt waar Wim ook nog iets over zou zeggen. Wat is nou de toekomstige plan van de minister van Rechtsbescherming, minister Weerwind? Want daarvan zou je kunnen zeggen, dat ligt wel een beetje in de lijn die jij nu hebt aangegeven. Ja, daar kom ik zo even bij de toekomst. Je vertellen, hoor. Nou, mag wat je nu hoop wel doen? Je op de toekomst? Nu al? Ja, ja hoor. Ja. Oh, dan, de tijd vliegt. Is de toekomst wel heel dichtbij. want we moeten meneer S. ook nog even hebben. Wat die toekomst betreft. De minister Weerwind die begon goed op zijn nieuwe plek. En die heeft gezegd, er komt een wetsvoorstel. Nou, precies wat ik zo net zei. We gaan die procedure van die toetsing weer aanpassen. De bewindspersoon gaat eruit en de rechter komt erin. Is binnen juridische kringen en het Forum Levenslang, een heel belangrijke organisatie op dit gebied, met gejuich ontvangen. Maar volgens mij hebben we 22 november verkiezingen gehad. Dat weten jullie misschien allemaal ook nog wel. Dus ik denk dat het politieke landschap een tikkeltje verkleurd is. En ik maak mij zorgen, want ik vraag mij zelfs af of dit wetsvoorstel nog wel gaat worden ingediend. En als het wordt ingediend, of het dan in de Tweede en de Eerste Kamer een meerderheid krijgt. En u voelt wel aan mijn wat somber klinkende geluid dat ik daar niet optimistisch over ben. Maar is er nou al iemand in Nederland vrijgekomen op grond van de aangepaste regelgeving? Van 2007. Met de toetsing, ja? Ja, dat is, vind ik, een interessante vraag. Komt niet helemaal onverwacht. Er is er één, en dat is meneer S. De zaak heeft niet veel publiciteit gehad. Hij heet Edwin S. Die viel onder die nieuwe regel. Die kreeg een toetsing door het adviescollege. Hij ging naar het Pieter Baan Centrum. 7 weken in Almere voor
een onderzoek naar het recidivegevaar. Er waren gesprekken met slachtoffers en nabestaanden. De hele nieuwe procedure is op meneer S. losgelaten. En de adviescommissie heeft gezegd, we gaan beginnen met resocialisatie. Nou, daar is de minister dan na heel veel pijn en moeite, 5 en 6, is die minister daarmee akkoord gegaan. En schrik niet, die meneer S. die heeft meer dan 200 verloven eerst gehad. Begeleide verloven, onbegeleide verloven. En afgelopen oktober heeft hij gratie gekregen. En hoe lang zat hij toen vast? 31 jaar. Dus de eerste onder de nieuwe regeling, na 25 jaar begint de procedure, heeft nog 6 jaar geduurd. En dat wil ik dan ook nog gezegd hebben, dat voor de critici onder ons in Nederland, die toetsingsprocedure betekent niet dat alle levenslangen na 25 jaar naar huis gaan. Dat is een heel groot misverstand. Nee, ze hebben enig perspectief. En dat is toch humaan, dat is toch prachtig. Dat in zijn, de democratische rechtsstaat Nederland. Dat zijn, maar dat wil niet zeggen dat ze eruit vliegen. Mooie laatste woorden van Wim.